welke uitdagingen die jij ziet voor die sector. Dus ik ben benieuwd, Evi, wat we voor jou in petto hebben. Ik ben het even stil. Oké, Evi, dus voor jou komt de zeugenhouderij naar voren, dus jij mag daar eventjes je licht op werpen. Ja, de zeugenhouderij, ik denk dat die het de laatste jaren heel moeilijk heeft gehad. Waar ik denk dat de uitdaging is om op een zo efficiënt mogelijke manier toch zo'n goed mogelijk resultaat te halen. Dus die productiegetallen liggen eigenlijk al vrij hoog. Dus ik denk eerder dat men op zoek moet gaan naar een meerwaarde. Dat kan gaan naar een gesloten bedrijf, dus dat je effectief jezelf zult afmesten, zoals bieken doen, maar eventueel ook een gesloten cirkel. Dat je effectief een afnemer voor je bieken zoekt, zodat je je bieken eigenlijk op die manier kunt opfokken, dat die afnemer er echt effectief geïnteresseerd is. Daarnaast denk ik dat er heel veel uitdagingen liggen in de kosten. Dus dat je eigenlijk goed weet waar dat je kosten ligt en dat je daar kunt besparen. En dat je op een zo duurzaam mogelijke manier naar ammoniakemissie, aan stallen bijvoorbeeld, op zoek gaat om daar zo optimaal mogelijk te presenteren. Amai, ik ben een paar vertegenwoordigers.